Zou de premier mij kunnen toelichten, uitleggen, waarom het in zijn ogen in het Nederlands belang is om zoveel te doen in het steunen van Oekraïne? Ik zit even te zoeken naar een verstandig antwoord. Maar het heeft iets te maken met wat ik de afgelopen jaren zeg maar heb gedaan. En ik ben ervan overtuigd. De heer Timmermans en ik zie hem staan, hebben nog een verleden waarin we samen bezig zijn geweest met zeg maar het neerschieten van MH17. In die periode en in die periode daarna hebben we gezien dat er sprake is van Russische agressie richting Europa. En die Russische agressie richt zich nu op de Oekraïne. Heeft zich eerder op de Krim gericht. Heeft zich eerder ook nog op andere gebieden in Europa gericht. En ik ben ervan overtuigd dat het in het belang van de Nederlandse veiligheid is dat die Russische agressie wordt gestopt. De vraag wordt niet beantwoord, maar wordt herhaald. Dus waarom denkt de premier dat het in het Nederlands belang is? Waarom is het in het Nederlands belang om deze oorlog met Rusland aan te gaan? Ik zie dat niet en ik hoor ook geen argument. Ik hoor alleen dat de premier het herhaalt dat het in het Nederlands belang zou zijn volgens hem. Maar waarom dan? Kijk, we hebben nu gezien dat er diverse Russische regeringsfunctionarissen hebben gezegd, nou ja, als Nederland doorgaat met deze wapenleveranties, dan worden ook Nederlandse plekken targets. Dus dan zou er eventueel een Russische aanval kunnen komen op het Nederlandse grondgebied of Nederlandse aanvoerlijnen. We maken ons heel kwetsbaar. Nord Stream is opgeblazen, daar heeft Nederland vele miljarden mee verloren. En het is nog steeds officieel onduidelijk wie dat heeft gedaan, maar het is natuurlijk een publiek geheim dat de Amerikanen dat hebben gedaan en dat wij daarmee dus ook op die manier een oorlogshandeling tegen ons hebben gekregen. Het is een daad van agressie tegen Nederland geweest, onder andere het opblazen van Nord Stream. Straks moeten misschien Nederlandse militairen daar naartoe. De eerste militair trouwens is al gesneuveld daar. Wat is nou het Nederlands belang hierin? Ik hoor geen argument, ik hoor geen uitleg. Ik hoor alleen dat steeds als een soort mantra wordt herhaald, het is in ons belang, het is in ons belang. Waarom dan? Welk belang van Nederland wordt hier dan mee gediend? Voorzitter, ik heb veel gezien van Russische agressie. Ook gericht op de Nederlandse samenleving. En een aantal van die voorbeelden, heer Baudet, dat weet u donders goed, die zijn ook geheim. Er zit veel agressie. Uiteindelijk gericht toch op potentiële sabotage van onze manier van leven, van onze veiligheid. En ik beschouw de diverse agressieve en oorlogen die gevoerd worden aan de oostgrens van Europa, in dat opzicht, als we die niet stoppen, als een voorbode van verdere agressie richting Europa, richting Nederland. En dat is de reden waarom ik vind dat we de Oekraïne militair, financieel en politiek moeten blijven steunen. Afrondend. Begrijp ik het standpunt van de premier goed, dat het zijn opvatting is dat als Nederland niet bijdraagt aan en dus het westerse blok, zeg maar, waar Nederland dan een onderdeel van zou zijn, aan het stuiten van veronderstelde Russische agressie in Oekraïne, dat dan Rusland Nederland zou willen gaan veroveren? Is dat zijn gedachte? Hij maakt een karikatuur van datgene wat ik zeg, voorzitter. En het is geen veronderstelde agressie. Het is agressie. Het is een bloedige oorlog die plaatsvindt aan de oostgrens van de Oekraïne. En we zijn internationaal verplicht Oekraïne op dat punt te helpen. Maar het is ook nog een keer echt in het Nederlandse veiligheidsbelang. Want Rusland is agressief. Laat daar geen misverstand over bestaan. De heer Timmermans. De heer Timmermans. Ik heb mijn vraag. Mijn vraag is. De heer Timmermans. De heer Timmermans. Moet u wel geluid maken, meneer Timmermans. Voorzitter, ik hoop dat u mij de opmerking veroorlooft.